Karel van Louwen van N-VA, welkom. Ja, het is koffiedik kijken hoe die Brexit-saga zich zal evolueren, zich zal ontwikkelen. 31 oktober komt er alleszins met rassen schreden aan. Wat betekent een eventuele Brexit voor Vlaanderen? Maar dat is inderdaad op dit ogenblik absoluut nog niet duidelijk. Op dit ogenblik zijn de debatten bezig in het Brits parlement in Westminster. En u weet dat de huidige Britse regering eigenlijk nog geen meerderheid heeft om het nieuwe deal die Boris Johnson heeft afgesloten door het parlement te jagen. Dus het is eigenlijk nog altijd koffiedik kijken, het is afwachten. Gaan we naar een Brexit met een deal? Gaan we naar een Brexit zonder deal? Of gaan we naar eigenlijk een nieuw uitstel? Ja, maar sowieso zijn er jobs bedreigd in Vlaanderen. Over hoeveel jobs gaat het? Wel inderdaad, er is reeds een studie door de KUWL gemaakt die dus zegt als we gaan naar een Brexit zonder deal, dat we kunnen spreken over mogelijk 28.000 jobs die bedreigd zouden zijn. Die kunnen zich afspelen bijvoorbeeld in de textielsector, maar ook in andere sectoren, in de havens en dergelijke meer. We moeten natuurlijk voorbereid zijn. We moeten ervoor zorgen dat die gevolgen, die negatieve gevolgen op onze economie, op onze welvaart opgevangen worden. Maar ik blijf erbij, we moeten afwachten. Gaan we naar een deal, gaan we naar een no deal of komt er een nieuw uitstel? Ja, maar sowieso jobs bedreigd en dan wordt het wel moeilijk, tussen ons gezegd, 120.000 mensen activeren zoals het Vlaams regeerakkoord schrijft, als er dan 28.000 jobs op de tocht staan. Ja, uiteraard. De doelstelling van de Vlaamse regering in het nieuwe regeerakkoord is kijken, jobs bijcreëren. We hebben daar een heel duidelijk cijfer voor opgesteld. Dat is natuurlijk een domper op inderdaad die doelstelling. Maar de Vlaamse regering is wel voorbereid. In de vorige Vlaamse regering heeft men al sensibiliseringscampagnes om bedrijven te informeren over de gevolgen, om ze voor te bereiden. Sommigen hebben ondertussen ook al een douanenummer aangevraagd. Sommige bedrijven zijn heel goed voorbereid in zaken hun producten die ze willen exporteren over de douaneformaliteiten die er mogelijk zullen volgen. Maar we moeten er natuurlijk voor zorgen dat die impact van die Brexit zo klein mogelijk is. De Vlaamse regering heeft bijvoorbeeld bijkomende mensen aangeworven om ook bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk aan te trekken naar Vlaanderen. En ondertussen zijn er reeds enkele tientallen, ik geloof ongeveer 42 bedrijven die aanvankelijk hun zetel hadden in het Verenigd Koninkrijk, die zich in Vlaanderen hebben gevestigd en spreken ook al over ongeveer een paar duizend werknemers die erbij komend zijn gekomen in gevolge het vertrek uit het Verenigd Koninkrijk. En hoor ik u nu zeggen dat Vlaanderen dan geen extra Brexit-minister nodig heeft, zoals het VBO aandringt bij het federale niveau, om daar een Brexit-minister tijdelijk aan te duiden? Wel, Brexit is een dermate belangrijk dossier waar iedereen moet op voorbereid zijn. En wat heeft de huidige Vlaamse regering gedaan? Die hebben de bestaande Brexit Taskforce versterkt. En die is gisteren reeds voor de eerste keer onder leiding van de minister-president Jan Bon bijeengekomen. Samen met verschillende andere ministers. Ik denk ook minister Krevits was erbij, minister Peters was erbij. Maar in overleg met verschillende sectoren, met mensen dus uit het bedrijfsleven, om afspraken te maken. Ik denk bijvoorbeeld aan de transportsector, ik denk aan de visserijsector, ik denk aan de textielsector. Met verschillende federaties waar zij hebben gewezen op de verschillende problemen en waarbij de diverse ministers dan dit meenemen en ervoor kunnen zorgen dat die gevolgen kunnen opgevangen worden. Of er daarvoor nu een afzonderlijke Brexit-minister zou zijn, ik denk dat het de verantwoordelijkheid is van de hele Vlaamse regering om de gevolgen te dragen, niet alleen voor onze economie, maar ook voor onze burgers die op reis gaan, die zich willen vestigen in het Verenigd Koninkrijk, voor hun sociale rechten. Ook Vlamingen die daar op dit ogenblik wonen, zullen zij kunnen blijven genieten van bepaalde sociale rechten en dergelijke. Dus het moet een taak zijn van iedere minister in de Vlaamse regering om dat op te volgen. Dus Vlaanderen zet alle zeilen bij. Intussen klopt ze ook aan bij Europa voor extra financiële middelen. Hoe ver staat het daar met die stappen naar Europa? Wel, de vorige Vlaamse regering had er reeds voor gepleit om een soort garantiefonds
binnen de besprekingen voor het meerjarig financieel kader. U weet, we zullen de komende jaren een soort meerjarenplan maken binnen de Europese begroting. Wel, dan is het goed dat daar ook rekening mee gehouden wordt van wat zijn de negatieve gevolgen voor Vlaanderen, maar ook voor andere lidstaten zoals Nederland, Frans-Vlaanderen, Noord-Frankrijk, uiteraard ook voor Ierland en andere regio's, lidstaten die getroffen dus worden. Dus Vlaanderen kan rekenen op een tegemoetkoming? Wel, op dit ogenblik zijn we daarvoor aan het onderhandelen. Probeert Vlaanderen via haar vertegenwoordiging druk uit te oefenen op die verschillende fondsen. Er bestaan cohesiefondsen. Cohesiefondsen zijn eigenlijk fondsen die geld vrijmaken voor regio's die het moeilijker hebben. Dat kunnen achtergestelde regio's zijn om diverse redenen. Maar wanneer we nu natuurlijk in een situatie zitten waarbij de Brexit zo'n impact heeft op onze economie, op onze welvaart, vinden wij dat men daar flexibel, soepel in moet zijn en dat men die cohesie, die structuurfondsen eigenlijk ook moet openzetten voor die regio's die nu dus inderdaad de gevolgen, de impact van die Brexit zullen krijgen. Daarnaast heb je nog inderdaad andere fondsen die dus ook zouden kunnen bijdragen bij wanneer er een groot verlies aan jobs zou zijn, dat die dus ook via Europese middelen kunnen opgevangen worden. Verlies aan jobs? Maar ik hoorde ook Ben Weitz zeggen in een vorige commissie, de Brexit heeft ook al banen gecreëerd. Heeft u daar zicht op aantal jobs, op cijfers? En wel over welke sectoren gaat het? Wel, uit het antwoord van minister Jan Bon daarnet in de commissie Buitenlandse Aangelegenheden blijkt dus dat er ongeveer, ik denk dat het 42 bedrijven zijn die hier in Vlaanderen zich zijn komen vestigen, die vertrokken zijn uit het Verenigd Koninkrijk en die zouden ongeveer een 2000 jobs gecreëerd hebben. Dat kan in de toekomst natuurlijk nog groter worden, maar dat blijft natuurlijk afwachten wat de impact is. Ik zeg, er is een studie die zegt dat er jobs verloren gaan, maar het is natuurlijk ook een uitdaging. We moeten klaar zijn voor inderdaad die Brexit. En ik heb de indruk dat de Vlaamse overheid, de Vlaamse regering dat gedaan heeft, dat het bedrijfsleven klaar staat ervoor. We moeten natuurlijk, het is een uitdaging die we moeten aangaan. We moeten daarom niet angstig blijven, maar we moeten rekening houden met de verschillende situaties, hypotheses die zich kunnen voordoen. Inderdaad, daar zegt u het, hè? Hypotheses. En we volgen het mee op. Dank, Karel van Louwen. Oké, graag gedaan.